Ja, het mooie van landbouw in een gebied waar het altijd zomer is, zou je kunnen zeggen in Nederlandse begrippen, en waar je voortdurend over water kunt beschikken, is dat je 12 maanden per jaar iets kunt laten groeien. En dat deden we ook in Hola. Nadat we de katoen hadden geoogst, was er ruimte om net voor het nieuwe katoenseizoen een speciaal ras maïs te verbouwen, dat binnen 3 maanden tijd eigenlijk na zaaien geplukt kon worden. En dat was dan speciaal bestemd voor de lokale bevolking, om voor de dorpsbewoners, zeg maar, want ja, katoen, daar kregen ze geld voor, maar dat kun je natuurlijk niet eten, om eigen maïs en grondnoten te kunnen verbouwen, apennootjes of pindas, zou willen noemen. En dat was zeer succesvol. Wat we hier zien, we zagen toen net 2 kleine jongetjes, dat zijn mijn zoontjes uit die tijd. En hier zien we dat ook die maïs, dat tweede gewas, geïrrigeerd moet worden. Want ja, het is en het blijft drogen. Natuurlijk heb je ook in Hola wel een bepaalde regentijd. Maar dat is relatief onbetrouwbaar. Je kunt er niet veel van op aan. Hier heb je een irrigatiesluisje. Een van de vele sluisjes in het project. Toen het project nog goed functioneerde. Wat we nu zien, daarnet het beeld, dat is een stuk bos. Weer hetzelfde beeld, wat ontgonnen grond is in feite. Om de maïs een klein beetje te beschermen tegen de bavianen, die volop aanwezig waren, werden de kinderen ingezet om te zorgen dat ze die bavianen een beetje uit het veld konden houden. Want dat zijn net qua jongens, die rennen met z'n allen zo'n akker in, stelen vlug een hoop maïskolven en rennen dan weer als een haas naar buiten. En dit jongetje maakt zijn eigen maal klaar, hè, een kolfje roosteren. Terwijl zijn moeder iets verderop, een Malakotte vrouw van de Malakotte stam, bezig is om wat maïs gereed te maken voor het middag- of avondmaal. En ja, zoals je ziet ook de kleinste, allerkleinste, die moeten worden gevoed. Maar mama ziet er goed doorvoed uit en dat komt mede doordat we die prima maïsoogst hadden. Ja, en dan wordt het potje gekookt, eenvoudig potje, eenvoudige keuken, wat maïs stampen om maïsmeel te maken. Kortom, het dorpsleven zoals ik dat afspeelde in een van de dorpen van ons project. En die mensen die in die dorpen woonden, waren in feite allemaal pachters, die allemaal een stukje grond hadden. En ja, eten was er volop. Plezier ook, zoals je ziet. Het zijn vrolijke mensen. En vooral als je met een volle maag kunt leven, dan is het leven altijd beter dan wanneer je dus een lege maag hebt. En dat is een open deur die ik hier intrap. En dan zien we nu een foto die ik heb genomen van Google Earth. En daarin zie je dus het project liggen, zoals je dat tot op heden ook nog kunt vinden als je op Google kijkt. En dan hier de kaart en het pijltje waar het project is gesitueerd.